Mag ik u het vragen? Hebben jullie misschien een leuke mop voor ons? Met de camera aan, of niet? Ja. Hij mag niet de camera aanzetten en op mij richten. Ga weg bij mij met dat ding, vriend. Ga niet zomaar bij me staan. Ja, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Vorige week waren we natuurlijk in Amsterdam en in Rotterdam. Het is nog steeds januari. Of nou, misschien is dit wat uitgezonden. Net februari. Misschien net nog januari. Wie weet. Maar in ieder geval, wij zijn nu heel erg benieuwd welke stad grappig is. Utrecht of Den Haag? Jullie hebben de steden in de comments gegooid. Ik sta in Utrecht. Dus ik ga eens even vragen ja, of hier nog wat leuke moppen op straat te vinden zijn. Waar zijn ze grappiger? In Utrecht of in Den Haag? Oeh, ik denk Den Haag. Ja? Ja, man. Ja, ik zou zeggen Utrecht. Ja, Utrecht. Maar dat is toch mijn stadsie. Zeker, zeker. Ja. Ik zou zeggen, hou de eer maar hoog. We willen nu een moppie horen. Een moppie horen? Ja. Oh, jeetje. Dit is echt weer goed voor het blok gezet. Ja, kut, hè? Ja, echt heel kut. Ik heb wel hele grove. Ja, daar houden we van. Ja? Ja. Wat is een lepra-patiënt in bad? Een bruistablet. Waarom kunnen T-Rexen niet in hun handen klappen? Nee. Ja, omdat ze uitgestorven zijn. Wat is niet zwaar en blauw? Niet zwaar en blauw. Geen idee. Lichtblauw. Godverdomme jongens. Heeft u misschien een leuke mop voor mij? Nee hoor, we geen mop toppen. Heb jij misschien een mop voor mij? Nee. Meneer. Met de camera aan of niet? Ja. Hij mag niet de camera aanzetten en op mij richten. Oké, doe hem uit. Doe je hem uit? Ja, doe hem uit. Hij staat aan, toch of niet? Ja, maar dan doen we hem uit. Nee, ik ga niet met je mee doen, vriend. Je weet niet eens wat ik ga vragen. Jawel, maar ik ga niet wat met je mee. Wat ga ik vragen dan? Ik ga niet bij jou wat je vragen, maar ik ga niet met je mee. Je bent buiten beeld. Ja, ik pak hem af, hè. Ik pak hem echt af. Heb je een leuke mop? Ik pak hem echt af. Ja, pak hem af. Ga weg bij mij met dat ding, vriend. Ga niet zomaar bij me staan. Oké. Dan gaan we weg dan. Ja, is goed. Dan gaan we weg. Misschien wel even goed om te weten voor de kijker. Er zijn hier de afgelopen dagen behoorlijk wat rellen geweest. Dus ik denk dat iedereen daarom een beetje licht prikkelbaar is. Om zacht uit te drukken. Heb je een moppie voor ons toevallig? Ja. Twee tieten in een envelop. Nu hoor je zeg maar die krekelgeluiden volgens mij op de achtergrond, of niet? Nee, die komen nu pas. Nee, dat is ruis. Ik weet dat het ruis. Zo gaan krekelgeluiden. We doen hem nog één keer. Ah, weet je wat, fuck it. Maakt niet uit. Wat is het verschil tussen een trampoline en een baby? Als je op een trampoline springt, doe je wel eerst je schoenen uit. Een sluipschutter, die komt terug van zijn werk. Ja. En die zegt tegen zijn vrouw, ik heb je gemist. Ha. Hoeveel maanden heb je met 28 dagen? Hoeveel maanden? Bijna 1? 12. Ja, leg eens uit. Tot 12 maanden met meer dan 28 dagen, met 28 dagen of niet? Nee, heb je met. Wat voor school heb je gezeten? Geen. Daarom sta ik dit te doen. Hoe noem je iemand die ijzer komt kopen? Een ijzerkoper. Nee. Een koper. Ja. Zijn jullie met opnames bezig? Nee. Jawel. Jawel. Ja, toch? Ik heb wel een leuke vraag voor jou. En het is. Heb jij misschien een leuke mop voor ons kijkers? Nee, eigenlijk niet, helaas. We hebben net ook, dan ging iemand gewoon op zijn telefoon even een mop opzoeken. Nou, dat kan wel. Ja? Moet ik dat doen? Ja, leuk. Misschien kun je gewoon een leuke mop van internet doen. Ja. En een beetje op zijn Haags, weet je wel? Ja, ja. Lekker kankeren. Ja, lekker kankeren. Lekker kankeren. Een kleine jongen vraagt aan zijn moeder, is het slecht om een kleine piemel te hebben? Moeder, nee. Waarom? Omdat papa boven hem probeert hem eraf te trekken.
Nou ja, het is niet zo heel goed gelukt. De storytelling kan er nog aan gewerkt worden. Ja, maar dat Haagse accentje, dat deed hem. Ja, precies. Ja, dat is tof. Ja. Do you maybe have a joke for us? No, I don't have any funny story. No, because I'm from Syria. Oh yeah, in Syria, okay. No funny. No, that's not funny. Yes. Okay, then we're not gonna make jokes. Yeah, okay, sorry. All right, thank you. Yeah, bye-bye. Oh, oké. Jantje gaat naar school met de bus. Hij loopt de bus in en kiest een plek vlak achter de buschauffeur. Zodra ze vertrekken begint Jantje te roepen, als was mijn mama een koe en mijn papa een stier, dan was ik een lief kalfje. Al was mijn papa een hengst en mijn moeder een merrie, dan was ik een lieve kleine pony. Al was mijn papa een olifant en mijn mama ook, dan was ik een lieve baby olifantje. En zo gaat Jantje nog wel even door met verschillende diersoorten. De chauffeur is het na een poosje helemaal zat, wordt heel erg boos en zegt: en wat zou jij zijn als jouw mama een vieze rothoer was en je papa een afgeneukte zwerver? Waarop Jantje antwoordt, dan was ik nu de buschauffeur geweest. Dat is heel slecht, maar wel echt goed. Het virus is onzichtbaar. Ja. Maar wij moeten helemaal plat. We moeten allemaal mondkapje. Monddood. Ja, ja. En we mogen niks meer doen. We mogen niet eens meer lachen. Of dit. En daarom is het goed dat jullie dit doen. Ja, toch? Wat krijg je als QC eten maakt voor Moula B? Weet ik veel, kan het klaar maar altijd. Hij maakt Moula Moes. Maar wat vind je eigenlijk? Mag ik jou niet interviewen, hè? Je mag alles. Nee, maar zeg maar, hoe vind je het eigenlijk om hier te lopen nu? Hè? Want zeg maar, morgen dan mogen we helemaal niks meer doen. Weet je? Nou, niet niks meer, maar dan moeten we gewoon. Ja, dat is gewoon. Onze vrijheid gewoon een stuk afgepakt, zeg maar, weet je wel. Dan moeten we gewoon om 8:30 gewoon godverdomme thuis zijn. Wat vind je daarvan, jongen? Verandert niet zoveel in principe, want het is nu 11:00 ochtends. Weet je wat ik denk? In principe mogen we morgen hier ook gewoon lopen. Weet je wat ik denk dat het is? Je moet wel luisteren, hè, naar antwoorden van Ik denk dat gewoon iedereen... Het boeit gewoon niet, hè? Nee. Ja, gebeurt. Wat zei je? Als je interviewer bent... Ik denk gewoon dat de hele, zeg maar, iedereen in de Tweede Kamer zo erg graag op tijd Mokromafia wil kijken, dat ze gewoon hebben gezegd, weet je, we gooien er een avondklok in, zodat zij gewoon precies, weet je, rond 8:00 zo thuis kunnen zijn. Lekker die chips hebben gekocht, weet je, op de bank zitten, theetje erbij, munthee, hè, zodat ze in die mokro-sfeer komen, weet je wel. Maar ik kan je één ding uitleggen. Ik denk dat dat het is. Geert Wilders kijkt ook gewoon mee, hoor. Zeg maar, Videoland kan je op elk moment van de dag aanzetten. Ja, ik weet, maar Rutte gaat niet zeg maar zo in de Tweede Kamer kijken. Of misschien hebben ze zo'n mokromafia-room waarin ze allemaal zitten, weet je. Ja, we zoeken een leuke mop. Ja, dat heb ik niet. Ja, kom op. Nee, ik ook niet, man. Echt niet? Nee, man. Ik zit te denken of ik er een weet. Ja, weet je het zelf wel. Ja, komt ie. Met welke kaas lok je een beer uit de boom? Nou. Camembert. Oh, hey. Ja, die is goed. Dan sta je in je eigen programma zelf maar op te tappen. Waarom heeft rapper Shorts altijd 2 kwartjes in zijn oren? Weet ik niet. Denkt hij dat hij naar 50 Cent luistert? Oh, ja zeker. Ja, die was goed. Het is groen en het is moe. Een krop slaap. Het is wel echt heel erg jammer, maar het is niet zo, ja, krop slaap. Oké, okay. Ja, is goed. Hoe vind je dat honing smaakt? Lekker. Lekker? Het smaakt smeuig. Ja, lekker? Hey, ik vind het wel een bijsmaak hebben. Wat is? Wat voor bijsmaak is dat? Mag ik je wat vragen? Hebben jullie misschien een leuke mop voor ons? Sorry. Het is wel de tijd dat we weer een beetje moeten gaan proberen te lachen met z'n allen. Ja, dat snap ik, maar ik heb geen mop voor je vandaag. Geen mop? Sorry. Nee. Maar misschien kun jij hem voor hem vertellen. Nee, zeker niet. Nee. God. Misschien bij een van de andere collega's. Vraag eens anders over de... Nee, ga ik niet doen. Mag ik het vragen? Nee. Nee, gaan we niet doen. Hoe heet een mol met een erectie? Hoe heet een mol met een erectie? Een piemol. Jezus Christus, jongens. Iedereen is nu afgehaakt. Kom jongens, we pakken de trein, we gaan naar huis. Het is klaar. Het is klaar met Utrecht. Ik ga speciaal voor jou een tweede YouTube-account maken en op jou abonneren, ja? Op jullie abonneren. Nou, dat is weer 1 abonnee erbij. En heb jij nou ook niet geabonneerd? Druk dan op die leuke rode knop. Waarom moet je Elsa geen ballon geven?
Elsa geen ballon geeft. Elsa de teken... Frozen. Van Frozen, ja. Omdat ze hem loslaat. Let it go. Sorry. We hebben niet heel veel humor. Nee. Den Haag heeft gewonnen.